breed in de markt zie je dat er de afgelopen jaren heel veel aandacht is voor bijzonder beheer. Overigens niet alleen voor bijzonder beheer, maar ook voor debiteurenbeheer, wat in een iets eerder stadium is. En zelfs voor actief beheer. Als de klanten zelf nog niet zien dat er problemen zijn, zijn ook heel veel banken en verzekeraars al bezig om daar acties op te nemen. Wij doen de afgelopen 3 jaren ook mee met een benchmarkonderzoek in de markt, waarbij je ziet dat we niet alleen naar cijfers kijken, maar ook kijken van hey, hoe kunnen we elkaar helpen met best practices. Dus ik zie dat er afgelopen jaren heel veel aandacht is voor bijzonder beheer. Ik denk dat het concreet betekent dat waar je vroeger, dat heette met een mooie Engelse term, is dat van policy-based naar client-based. Maar oftewel, in plaats van dat je van je beleidsdocumenten uitgaat, kijk je veel meer wat heeft de klant van ons nodig. Dat betekent ook dat we veel meer klanten helpen. Echt door bijvoorbeeld een budgetcoach, door echt te kijken wat is er mis met de financiën gegaan en hoe kunnen we daarbij helpen. Dus we gaan steeds meer kijken van hoe kunnen we de klant zo goed mogelijk helpen om uit die vervelende situatie te komen. Er is wel eens de indruk dat bijzonder beheer een slechte naam heeft in de markt. Als je ziet naar onze klanten die we geholpen hebben, is dat eigenlijk helemaal niet zo. Je hebt de zogenaamde netto promoter score. Dan vragen we aan klanten nadat we ze geholpen hebben wat voor cijfer geeft hij ons. En je ziet dat dat op plus 14 ligt. Klanten zijn ontzettend blij dat ze geholpen worden. Ze zitten vaak in een vervelende situatie waar ze niet helemaal zelf mee uit kunnen komen. En juist door de hulp van banken, verzekeraars en ook van de partijen die we daarbij inschakelen, kunnen mensen weer eigenlijk opnieuw beginnen met leven, weer gewoon verder. Dus ik denk dat het beeld alleen maar steeds positiever wordt over bijzonder beheer. Zeker van de mensen die er mee te maken gehad hebben. Ik denk dat de toekomst eigenlijk heel veel aspecten heeft. Eén is dat je steeds meer gegevens ook kunt gebruiken om ook de klanten te helpen inzien van hey, er zou nu of in de toekomst iets niet helemaal goed kunnen gaan met die hypotheek. Dus dat betekent dat je die data kunt gebruiken. De privacy van de klanten is ontzettend belangrijk daarbij. Natuurlijk is er ontzettend veel data echt vrij beschikbaar. Die kunnen wij gebruiken. Er is ook data wat wij zouden willen gebruiken, maar wat niet vrij beschikbaar is. En dan is dat gewoon niet anders. Enerzijds denk ik dat we onze klant nog veel eerder zouden kunnen helpen. Zelfs als er nog geen sprake is van daadwerkelijke problemen, door zijn of haar situatie te combineren met gegevens die wij hebben of gegevens die wij van andere partijen krijgen. En anderzijds is het denk ik ook ontzettend belangrijk om de klant zelf meer aan het stuur te zetten en hem ook echt inzicht te geven in zijn financiële situatie. Door tools die wij beschikbaar stellen, door informatie op zijn eigen site over de hypotheek, zodat de klant al eerder weet, oh, maar zo sta ik er echt voor. Ik denk, en dat hebben wij geleerd van de benchmark met alle partijen in de markt. Wij doen die benchmark tegenwoordig met 10 partijen. En je leert ontzettend veel van elkaar. De ene partij doet het ene deel van bijzonder beheer heel goed. Het andere deel doet het andere deel van bijzonder beheer heel goed. En samen kun je ervoor zorgen dat de klant zo goed mogelijk geholpen wordt. En ik denk dat dat een hele mooie doelstelling ook van het kredietbeheer-event is.